Mensen met een beperking worden nog steeds moeilijk geaccepteerd in Suriname. Dat komt volgens psycholoog Susanna Pelgrim omdat een beperking geassocieerd wordt met zaken die op cultureel niveau teweeg zijn gebracht en niet met biologische verhoudingen. Pelgrim sprak gisteravond tijdens een paneldiscussie met als titel Jongeren met een beperking en een uitdagend gedrag, hoe verder? De psycholoog zegt dat de moeilijke acceptatie in Suriname alles te maken heeft met gebrekkige kennis over het vraagstuk. Deze is al zo als je lang. Eigenlijk denkt natuurlijk dat het niet een biologische oorzaak heeft, maar dat er iemand iets jouw kind heeft aangedaan, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om te accepteren. Dus ik denk dat dat speelt toch ook wel mee, dat stukje cultuur. Ja, je probeert wel te respecteren. Ik geloof niet in de culturele verklaring, maar die ouder wel, dus je gaat er wel serieus mee om. Maar ik probeer ook het stukje uit te leggen wat ik dan ken vanuit de wetenschap, vanuit de theorie. Dus je probeert die ouder dat uit te leggen. Ja, uiteindelijk bepaalt die ouder dan zelf natuurlijk. Mario Kastelen, directeur van de Canarieschool, tevens leer- en gedragsspecialist, haalde aan dat in Suriname er gewerkt moet worden naar een inclusieve samenleving. Hij wijst erop dat mensen met een beperking onzichtbaar zijn, waardoor hun bestaan een beetje onbekend is bij de rest van de gemeenschap. Hij stelt daarom ook voor dat kinderen met een beperking niet afgezonderd moeten worden in het onderwijs. Ze moeten gewoon naar de school in de buurt kunnen, benadrukt hij. Kinderen met beperking moeten niet exclusief opgevoed worden, maar inclusief. Men moet weten dat ze er zijn. Want als mensen weten dat je er bent, dan kunnen mensen ook. Ja, kun je netwerken, om het maar zo te zeggen. En gaat er ook meer begrip ontstaan voor mensen met beperking. Ik denk gebouwen zullen anders ingericht worden, omdat we weten van we hebben mensen die bijvoorbeeld minder mobiel zijn, dus dan moet er een lift zijn. We hebben mensen die visueel minder sterk zijn, dus dan moeten we iets doen met voelen. Waardoor die mensen minder problemen ervaren en dus ook minder probleemgedrag hoeven te laten zien. Denkt u dat, dat we nog steeds leven in een bepaalde taboesfeer hier in Suriname als we het hebben over de mensen met een beperking? Ik denk het wel, maar ik kan het ook niet met zekerheid bevestigen. Want als er niks is, als er geen hulp is voor mensen met een beperking, wat moet je? Dus dat die mensen niet... we moeten deze vicieuze cirkel gaan doorbreken. Ja? Want doordat die mensen met een beperking zo slecht gefaciliteerd zijn, ons onderwijs is... speelt onvoldoende in op die behoefte, op die vraag van die mensen. De werkplekken spelen onvoldoende in op die vraag van die mensen. Dat ga je ze ook niet zien. Kastelen zegt dat de taboe die er bestaat over mensen met een beperking te doorbreken is door middel van een relatie met deze doelgroep. De discussieavond is georganiseerd door de Epilepsievereniging Suriname en is gehouden in de grote zaal van ons huis.